Waarom oordelen en beoordelen we zo ontzettend veel? Beoordelen vrouwen elkaar meer dan mannen? En hoe kunnen we nou leven zonder oordeel? In deze aflevering van Kopzorgen gaan we dat uitzoeken. Je studententijd is de mooiste tijd van je leven. Dat horen we maar al te vaak. Maar toch hebben we als jongere generatie heel wat om mee te dealen. En sommige dingen leer je niet op school. Daarom maken wij in deze podcast bespreekbaar waar jij last van hebt. We steken de koppen bij elkaar, geven tips met gasten en jullie kunnen zelf vragen insturen. Welkom. En wat leuk dat je luistert naar Kopzorgen de podcast. Ja, wat leuk dat je weer kijkt of luistert naar Kopzorgen de podcast. Ik ben jullie host Michelle en vandaag gaan we het hebben over oordelen, veroordelen en leven zonder oordeel. En daarom zit Milou Delen tegenover mij. Ja. Milou ging in 2017 viral met een filmpje waarin ze zich uitsprak over slutshaming. Ze is journalist, activist, spreker en co-schrijfster van het boek Krabben, dat vorig jaar in juni verscheen. En even voor de luisteraar, we gaan het boek aan het eind van de podcast weggeven, dus blijf erbij. Hi Milou, wat leuk dat je tegenover me zit. Ja, vind ik ook heel leuk. Wat een leuke introductie. Dank. Ja, ik ben echt heel excited om dit gesprek aan te gaan. Ik heb het boek gelezen en ik heb super veel vragen. We hebben vragen van luisteraars. En jij gaat hopelijk al onze vragen beantwoorden over oordelen, leven zonder oordeel. Ja, ik ga mijn best doen. Ja, nou, we beginnen altijd met een stelling. En die stelling stellen we op onze poll op Instagram. Volg @HVA Campus Creators als je ook op die stelling wil reageren. En de stelling van vandaag is, ik heb snel een oordeel over anderen. Heb jij snel een oordeel over anderen? Ja, zeker. Ik denk iedereen. Ik denk dat dat ook, ja, dat is een soort natuurlijke reactie. Maar het is de vraag ook wat je ermee doet. En of het oordeel negatief is. Een oordeel is eigenlijk een mening geven. Dus dat hoeft niet per se iets negatiefs te zijn. Maar het veroordelen, dat is iets anders. Ja, dus de lading is gewoon... Maar de lading bij het woord oordeel is negatief. Want ja, precies. Dat is zo, maar dat is het dus niet. Maar dat is dus fout gegaan in de poll ook, zie ik. Want 52% zegt vaak een oordeel te hebben en 48% niet. Maar dat, ik dacht, dat slaat helemaal nergens op. Ja, het is eigenlijk een vooroordeel of het veroordelen... Ja. Dat is eigenlijk, dan komt er vaak iets negatiefs bij kijken. Maar een oordeel hebben kan ook zijn... Ik loop binnen en ik zie jou met je paarse haar en denk, oh, leuk. Is dat ook een oordeel? Ja, of een mening hebben. Ja. Dus, maar dat is, terwijl als ik zou denken, oh, ze heeft paars haar. Ze zal wel, weet ik veel, een kutwijf zijn. Lekker. Dat zou een rare, gedachtegang zijn. Ja. Maar goed, dat soort gedachtegang hebben heel veel mensen. Mm-hmm. En vaak dus over vrouwen. Misschien beter als jij een heel laag shirt had aangetrokken... dat ik zou denken, oh, hey, ze zal wel sletterig zijn. Of ze wil aandacht. Precies, dat is een beter, logischer voorbeeld. Want ik denk dat veel mensen dat hebben over vrouwen. Maar dan krijg je gelijk zo'n oordeel. Ik denk dat heel veel mensen daarom ook dachten... als iets negatiefs denken over anderen. Daarom is 48% zegt, ik heb dat niet. Maar goed, meteen onderscheid, vooroordeel. Ik vind wel, dat een oordeel en een mening vind ik ook weer iets anders. Of zo. Ja, maar wij hebben het in het boek... want wij dachten ook, toen we aan het boek begonnen, hun oordeel... oh, wij dachten ook dat het boek daarover ging. Maar het gaat dus over het veroordelen. En dat doen we in de krabbenmand. Ja, daar gaan we het zo allemaal over hebben. Ja, mensen denken precies. Nu, wat de fuck, krabbenmand. Ja. Maar het gaat in ieder geval over negatieve gedachten. En dat je dat ook uitspreekt. Of dat je dat hebt over andere vrouwen. Ja, in dus dit geval. Stel dat we het op veroordelen zouden gooien. Ik heb snel een... Nee, dat kan afkeuren, afwijzen. Ik veroordeel snel mensen. Zou je dat dan zeggen? Ja, ook? Ja, natuurlijk. Ja. Nog dus steeds. Ook op een negatieve manier ja, dus. Ja, uiteraard. Het is niet opeens dat ik nu een soort heilige goeroe ben. Nee, precies. Maar ik kan wel echt met hand op mijn hart zeggen... door dit boek ben ik me er echt vreselijk bewust van. Ben ik me heel erg bewust van en ga ik ermee aan de slag. Ja. Ik hoop meestal, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Nee, maar ik heb dat ook heel erg hoor. Ik zou sowieso oordeel of veroordeel mensen. Ik doe dat heel erg. Alleen als ik in het OV zit in de ochtend... Dan is het, oh, die schoenen, oh, dat jasje, oh, hoezo praten die mensen zo luid? Oh, irritant, aandachtzoekers, bla, bla, bla. Precies. En ik had dat gisteren ook zo'n dag dat ik echt iedereen irriteerde. En toen dacht ik, oh, en ik weet dan eigenlijk van, weet je wel, spiritualiteit, bla, 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 het ligt aan jou, kijk naar binnen. Maar ik kon het echt niet. En ik echt, op een gegeven moment dacht ik, ik moet me gewoon opsluiten in mijn kamer, want ik word helemaal gek. Maar goed, dat is ook, als je zo'n dag hebt dat je gewoon even niet lekker in je vel zit, dan is iedereen kut, weet je wel. Precies. Dus dat... Het heeft ook vaak met jezelf te maken. Ja, zeker. Daar gaan we dat ook nog over hebben. Ja. Maar goed, er wordt best wel veel geoordeeld. En beoordeeld is dus ook weer anders. Maar ik wil eerst eigenlijk het hebben over oordelen en waar dat dan vandaan komt. Want nou ja, we gaan het zo uitgebreid ook hebben over jullie boek Krabben. Maar Daan Borrel, de andere schrijfster van Krabben, de co-schrijfster van Krabben, die las op een gegeven moment in Sapiens, zei ze...
dat roddelen en praten over elkaar, dat hoort er ook bij, want mensen voelen dan verbinding. Ja. En ik vroeg me af, dus is het eigenlijk zo slecht om te oordelen als je het gewoon stil doet in je hoofd, zeg maar? Als je het gewoon voor jezelf houdt, dan is het toch eigenlijk, wat is er dan precies mis mee? Nou, ik denk dat je moet afvragen, wanneer is iets een onnodige, vervelende gedachte? Dus waarom ergeren mensen zich als een vrouw een kort rokje aan heeft? Waarom vinden mensen dat moeilijk? Dat volgens mij zou een vrouw daar niemand mee kwaad doen. Mm-hmm. Dus waarom heb je dat soort negatieve gedachten dan? En het is interessant om die negatieve gedachten te onderzoeken. Maar het is wel interessant, want jij zegt nu twee keer iets over een vrouw. Ja, want het boek... Ja. Nee, dat is ook zo. Maar heb je ook wel eens oordelen over mannen? Of over, ja, weet ik veel, non-binaire mensen dat ze ook nog kunnen? Ja. Gewoon mensen? Ja, natuurlijk. Want ik kan mannen ook scheidirritant vinden en daar vooroordelen over hebben. Maar het boek richt zich echt op vrouwen. Omdat er wel echt tot de conclusie zijn gekomen dat vrouwen het meer over elkaar doen. Ja, maar nu heb ik het over jou. Ja, ik doe het... denk ook. Ja, ik ben geen uitzondering op de regel. Wat zou dan een oordeel kunnen zijn wat je over een man zou hebben? Nou ja, ook wat een lelijk shirt... Hij zal vast vervelend zijn. Nou ja, van alles. Ja. Net eigenlijk precies hetzelfde misschien als over vrouwen. Alleen bij vrouwen is denk ik een tandje erger. En gaat het misschien toch ook wel over andere dingen. Ja, maar hebben jullie ook onderzoek gedaan naar... of het eigenlijk een natuurlijk ding is wat we doen? Nou kijk, het is goed dat je situaties kan beoordelen. Want daardoor ga jij niet met een vreemde mee in een gekke auto. Hè? Want jij voelt aan... dat is misschien niet heel verstandig. Dus het is ook een natuurlijke reactie. En dat is natuurlijk iets goeds. Mm-hmm. Dat je situaties kan beoordelen en mensen. Maar... Ja, we hebben het dus nogmaals in ons boek echt gericht op het veroordelen wat de onnodige gedachtes. Ja. Ja. Dus wat ik ook zeg, het is oké, totdat het een beetje een negatieve lading krijgt. En dan is het dus de bedoeling dat je er ook wat van zegt of iets aan doet, denk ik. Dat je gewoon erover uitspreekt van, dit is een oordeel of dat kan niet. Het hoeft trouwens ook niet, je hoeft niet over uitspreken, maar ik denk dat het wel goed is. Dat hopen we. Maar dat deed jij door dat filmpje in 2017, waar ik net even over had... Kan je uitleggen wat voor filmpje dat was? Ja, ik was toen lid van Vindicat, van het studentenkoor in Groningen. En daar voelde ik me heel erg veroordeeld. En dat ging dan heel erg over mijn uiterlijk en heel erg over mijn seksualiteit. En ik merkte dat vrouwen daar, en ik vooral, en heel veel andere vrouwen met mij, werden geslutshamed. En dat is het bestempelen van een vrouw als een slet. En ik zag dat als ik met een man naar bed ging, dat hij werd gehighfived en dat ik werd... Slutje. Dus dan was het af. Was het al waard? Oh ja, sletterig. Terwijl die man was gewoon helemaal de koning. En daar kwam ik in de eerste week al achter, voordat ik überhaupt met iemand had gezoend, was het al, je moet niet met te veel mensen zoenen, want dan word je laag. Terwijl tegen mannen wordt juist het tegenovergestelde gezegd. Ja. Zoen met veel vrouwen, want dat is goed. En de enige verklaring daarvoor was dat ik een vrouw ben. En dat is seksisme. Dus daar was ik me over aan het opwinden. En na anderhalf jaar was ik er zo klaar mee dat ik dacht, ik ga me hierover uitspreken. En en dat heb ik door middel van een filmpje gedaan en dat op Facebook gezet. Anderhalve minuut durend filmpje waarin ik borden voor mijn eigen lijf hou met kreten die naar mij werden geschreeuwd en tegen mij werden gezegd. En dat ging toen totaal onverwachts viral, want ik woonde daar toen nog. En, wat is viral? Waar moet ik dan aan denken? Ja, hoeveel? Miljoen keer. En ik zat bij RTL Late Night. En het was echt media geweld, zeg maar. Ik werd aan alle kanten, denk 72 uur lang, gebeld. En ik kreeg met heel veel haat te maken op het internet. Dat was ook best pittig. Ook met heel veel positiviteit. Het was gewoon heel heftig. Maar die rollercoaster. Die borden, wat stond daar dan op? Hoer, slash, laag wijf. Dat zijn denk ik de drie... woorden die ik het meest heb gehoord. Maar via of in je gezicht? Oh, ook in mijn gezicht, joh. Gewoon iemand die in de kroeg naar je toe kwam van... Oh, ben jij slet, zeg? Ja. Dat meen je niet. Ja. En dan vrouwen of mannen? Allebei. Maar en ik vind het zo vervelend dat ik het zeg, want zo'n stereotype... dat mannen vaak het in mijn gezicht zeiden en van vrouwen was het meer... Achter je rug om. Ja, en daar hangt zo'n stereotype aan dat vrouwen niet dingen in je gezicht durven zeggen. Daar zet ik me liever tegen af. Maar toch was het zo dat... Het waren de blikken, dat ik mensen zag lachen, dat ik het via hoorde. En ook soms vaak in mijn gezicht wel van... Kijk, dan had ik bij een jongen geslapen en dan kwam ik thuis. Of niet per se thuis, maar dan had ik het met vriendinnen daarover daar. En dan was het, heb je gesext? Zei ik nee. Oh, heel goed, heel goed. Er was altijd een soort van moreel van of iets goed of fout is. Terwijl, waarom was niet de vraag, hey, was het leuk of was het lekker? En dat... Oh, dat vond ik zo, waardoor je altijd, als je het had gedaan, je slecht over jezelf voelde. En ik deed het ook vaak niet, omdat ik dacht, daar gaan mensen er wel allemaal mening over hebben. Of ik vertelde het niet meer, want dat is het gevolg van oordelen, veroordelen. Maar dat doe ik dus ook, Ja, dat doen we allemaal. Want, oh, wat, of als mij dan zeggen van,
Ja, ik bleef toen slapen, dus dan heb ik het maar gedaan. Dus ik ben ik van, wat? Ja. Weet je, blijft slapen is toch niet soort van... Dan van, nu moet ik het doen, want nu denk, verwacht hij het toch al. Ik snap daar zo weinig van, maar goed. Ander verhaal. Ja. Want je maakte dat dus om je uit te spreken. Wat was het doel ervan, voor dat filmpje? Ja, ik voelde me niet gehoord op de studentenvereniging. Ik bedoel, ik heb vaker geprobeerd gesprekken aan te knopen met mensen van... Gewoon het bestuur of zo? Ja, onder andere ook. Ja. En ook gewoon mannen die mij slut shamden of vriendinnen. Eigenlijk heb ik vaak tegen mensen gezegd, ik vind het moeilijk dat dat hier gebeurt. En er werden heel veel grapjes gemaakt. Dus dan was het, ah ja, Marie-Lou is maar een grapje. En dat vind ik een ongelooflijk slap excuus voor iets wat kwetsend is. Want door dat te zeggen tegen mij, ja, het is maar een grapje dat ik je voor slet uitschel, dan snoer je mij de mond. Want dan anders ben ik een humorloze vrouw. Dan ontken je jouw gevoel eigenlijk. Precies. Ja. En het is geen grapje, het is het enige wat zij kunnen zeggen. Nou ja, en toen, wat mijn doel? Ja, om gehoord te worden. En dat deed ik maar op Facebook, om te laten zien, dit overkomt mij. En hier ben ik het niet mee eens. En ik was niet de enige die het overkwam, want anders is het natuurlijk niet zo interessant. Maar ik zag dat heel veel om me heen gebeuren. En vaak was het is een grapje. Of, ja joh, het is een traditie. Volgende week gaat het wel weer over een andere vrouw, meisje. Ja, dus... En dan gebeurde dat ook, of was dat niet zo? Jawel, ja, aan de lopende band. Ja. En het doel was om gehoord te worden, maar ja, je bent dus wel in wat je zegt. Wat is dat, media gekte of zo? Ja, media geweld. Dat vond ik ook. Media geweld. Pittig. Ja, het was gewoon. Het klinkt altijd een beetje dramatisch. Nou, maar... dat klinkt het helemaal niet. Ja. Nee, maar wat ik nu ga zeggen, zeg maar, dat filmpje heeft mijn leven veranderd. Want ik was in één keer alles kwijt. Want ik ging terug naar Amsterdam, waar ik ben geboren. Ik moest stoppen met mijn studie, met mijn bijbaantje. Ik woonde op een huis met 8 vrouwen, van wie ik heel veel hield. En ik durfde daar niet meer rond te lopen, omdat ik daar dus zo kapot werd gemaakt. Dus ik dacht, nou ja, enige optie terug naar Amsterdam. En dat was heel pittig, want dat ging allemaal dan in 1 of 2 weken tijd. Uiteindelijk ben ik nu een 100 keer, 1 triljoen keer gelukkiger mens en voel ik me helemaal top. Maar dat is wel heel pittig geweest. Ja. En ik heb daar wel ook lang last van gehad, van alles wat erbij kan kijken. En dat in 1 keer zo je leven verandert. Ja, en dat zoveel mensen je haten of denken... te denken dat ze je haten. Maar je wilde dus gehoord worden. Voelde je je ook gehoord? Was dat doel dan bereikt? Of was dat totaal tegenovergestelde? Nee, zeg maar, ik had dit niet durven... Ik dacht en ik hoopte van... Nou ja, als een paar honderd, stel, een paar honderd mensen zouden mijn filmpje liken. Nou, wauw, dat zou sick zijn. En dat de jongens van het koor en overigens de vrouwen dit horen... en denken van, oh ja, inderdaad wel een punt. En het had niet meer gezien en gehoord kunnen worden dan het nu is gebeurd. Maar je nam het ook op in Amsterdam, toch? Ja. Waarom dat dan? Waarom niet in Groningen? Dat snapte ik ook niet. Ik keek hem zo naar huh? Ja. Maar het was toch in Groningen? Ja, dat was, ja, omdat ik in Amsterdam ben geboren en ik vond het hier... Ik heb een vriendin gebeld die goed is met beeld, Jonna Bruinsma. En, oh ja, die ken ik ook. Oh ja? Volgens mij woont hij samen met een van mijn vrienden. Oh, wat grappig. In dat gebouw bij Noord? Woont ze daar? Nee, volgens mij woont ze nog in Oost. Oh, dan, is ze vriend, dan is ze vrienden met... Oh ja, nou, ik woon in ieder geval in Amsterdam. En, grappig. En dat, zij zei, ja, het is mooi op de Dam. En dat is een plek waar veel wordt geprotesteerd. En dan we kunnen daar goede beelden bij maken. En jij komt uit Amsterdam. En dat leek logisch. Okay. Terwijl ik snap ook dat dat voor mensen onlogisch is. Misschien een beetje verwarrend van, hè, maar ja, Groningen, ik ben niet bekend met Groningen. Wat je daar eigenlijk gewoon... Het gebeurt hier, weet je wel. Maar dat maakt verder ook niet... Geweest. Ik weet ook niet per se. Kijk, we hebben er ook niet... Ik heb haar gebeld, dit wil ik doen. Ja. En volgende week is het Internationale Vrouwendag. 8 maart, dat was dus toeval. En toen was ook, oké, we moeten het dan morgen opnemen. Zeg maar, zo snel is het ook gegaan. Het was ook helemaal niet een doordag plan. Nee. Het was in 2 minuten bedacht. Het zag er ook niet uit als een hele fotoshoot of zo. Het was echt heel puur. En gewoon, ja, dat was ook wel mooi. Vond ik ook wel mooi eraan. Dankjewel. Maar je kreeg er dus ook... Kreeg je er meer haat op dan positieve reacties op dat filmpje? Dat weet ik niet. Of was er meer haat zichtbaar, denk je? Nou, ik moet wel ook zeggen dat ik ook echt werd geprezen. En ik ook over mensen gingen bossen bloemen naar me sturen. Ik had echt duizenden berichten met ook mensen die zeiden dat ze het zo goed vonden. Dus, maar ik denk dat ik het moeilijk vond dat waar ik woonde... In Groningen? Daar kreeg ik voornamelijk haat. Okay. En daardoor vond ik dus heel pittig. Maar bijvoorbeeld van mijn vrienden uit Amsterdam of mijn familie, iedereen... Nee. Maar in Groningen, wat werd daar gezegd? Want ik snap ook wel, jij sprak je dus uit over slutshaming bij je vereniging, toch? Ja. Dus die vereniging wordt eigenlijk, toen dat op je firewall ging, werd je vereniging door het slijk gehaald. Ja, keer, toch? Maar en daar ben ik het dus niet zo heel erg mee eens. Want dat was ook wat meer kwalijk werd genomen door medestudenten. Van, nou oké, okay, je hebt dan een goed punt, maar je had het koor niet moeten noemen. En dan denk ik, ja, maar waarom niet? Waarom mag ik niet kritisch op iets zijn...
over mijn eigen ervaringen die hier... Ja, uiteindelijk zijn we wel maar ervaringen hier. En dat is heel erg wat ik heb gezien en waarom ik daar ook weg wilde van. Dat ik het moeilijk vond dat niemand daar ook... Niemand ging ook opstaan van dit is mij ook overkomen. Of niemand wilde mij in het openbaar supporten. Niemand van mijn vrienden daar heeft het filmpje gedeeld. En dat vond ik pittig van... Je kan ook zeggen, ik vind het een toffe vereniging of ik... Ik ben er heel blij als lid, maar ik vind het wel moeilijk dat dit gebeurt. En dat zag ik niet gebeuren en daarom dacht ik, oké, weg hier. Ja, maar ja, ik kan dat als ik me probeer te verplaatsen in iemand die bij die vereniging zou horen, een meisje waarbij dat ook misschien gebeurt, kan ik me daar wel in verplaatsen. Maar wat waren dan... Ik snap het wel. Ja, gewoon angst of zo. Of toch een beetje van, ja, maar dit is wat ik ken of zo. Ja, en ze zeggen wat er met mij gebeurde. Ja. Dus ik snap ook dat mensen dat een beetje... Misschien dacht iemand wel van, ik wil iets zeggen, maar dat schrik natuurlijk ook wel af. Ja, en misschien stond jij ook zo ver op die berg al boven en iemand die daar zo daar naartoe kijkt, denkt, ja, dat is wel een hele lange weg. Precies. Weet je wel, dus het was ook niet heel... Het was zo bold dat het ook meteen wat minder bereikbaar was. Ja, of zo, weet je wel? Ja, en ik denk dat ik heel activistisch ben. Dat ja, is aardig van het beestje. En ik zag om me heen niet heel veel mede-activisten per se. In ieder geval op dat moment niet. Dus ik begrijp het ook wel. Maar wat waren dan de reacties die ervoor zorgden dat jij uiteindelijk terug bent gegaan naar Amsterdam? Want je bent dus van Groningen na dat filmpje ging viral. Toen ben je terug gegaan naar Amsterdam. Ja, ik heb dat vooral op Facebook... Gingen gewoon heel veel mensen uit Groningen reageren. Ja, maar je bent toch een slet, dus dit is je verdiende loon. En gewoon echt rot reacties en weer grappen maken. Alleen maar memes. En ja, en ik werd heel erg lastig gevallen. Ik werd heel veel gebeld, ook door mensen uit Groningen, ook door vrouwen. Nadat ik bij RTL Late Night heb gezet, ben ik die avond iets van 500 keer gebeld. Ik nam natuurlijk niet op, maar de eerste keer wel. Van vrouwen van, nu denk toch niet toch dat je hier nog ooit nog veilig of gelukkig gaat zijn. En nou ja, gewoon echt letterlijk maar gewoon vernederd. Hè? Ja. Ja. En trouwens, ik moet er wel dus bij zeggen. Ja. Het is nu 4 jaar later. Dat was in 2017. En er zijn wel echt wel wat mensen van teruggekomen hoe ik toen ben behandeld. Ook uit Groningen. Uiteindelijk kan ik ook nog wel enigszins begrip ervoor opbrengen. Dat ik denk, oké, want het is heel erg peer pressure. Mensen... Denk niet begrip, maar empathie, denk empathie, ik. Ja, empathie, precies. Ja. En omdat ik denk, ja, iedereen is ook een paar jaar jonger. Heel erg groepsdruk. Er heersen heel erg regels van zo moet je je gedragen. En je moet er niet van afwijken, want dan val je buiten de boot. Wat er dus bij mij gebeurde. Dus ik begrijp het ook wel op zich. Eén vrouw, dat is ook de laatste bladzijde in een boek, heeft mij met die ik destijds best een goede vriend was. Heeft mij een tijdje geleden dat is dus alweer 1,5 jaar geleden opgebeld. En gezegd van, ik was zo jong en ik praatte gewoon mee met de menigte. Maar ik vind het heel erg hoe ik je toen... Ja, maar je noemt ook weer heel veel vrouwen en dan weer heel weinig jongens. Ja. Maar was dat de reactie op dat filmpje, was dat veel erger van vrouwen? Nou, je ziet dan, het is heel erg, het is best gescheiden, want ik zat in een vrouwenhuis, vrouwenclub. In een dispuut? Ja, dispuut met allemaal vrouwen. Dus ja, dat waren mijn ervaringen. En ja, maar mannen gingen meer zo hoer, een beetje zo, letterlijk. Maar vond je dat? Ja, want ik... Je spreekt je dus uit over zo'n onderwerp, wat eigenlijk voor heel veel vrouwen dus ook zo geldt. Vond je het dan niet gek dat je, als je niet wat meer support verwacht van vrouwen daarover? Ging je daarin van, oké, ik spreek voor ons, ik ben de voice en weet je wel, zoiets? Of deed je het echt puur voor jezelf? Nou, ik deed het voor mezelf, omdat ik wist dat het bij heel veel vrouwen gebeurde. Want als alleen mij dit zou overkomen, zou het helemaal niet in het zand zijn geweest. Dat was sowieso niet zo. Ik zag het om me heen gebeuren. Nee, dus had ik meer support verwacht? Ja, eerlijk gezegd wel een beetje. Ja, ja. Ja, dat had ik wel verwacht. Waarom, ook van mannen, trouwens. Maar waarom denk je dat dat niet gebeurde dan? Dus door die groepsdruk? Ja, omdat ze me al een slet vonden. Door groepsdruk. Van, oh, je valt het koor aan. Dus er was al een vooroordeel. Precies. Ja, ik denk dat het gewoon van alles. Dus denk je dat als een meisje die dan bekend stond omdat ze nooit seks had en gewoon nooit... Die had het natuurlijk nooit gemaakt, dit statement. Maar stel dat ze dat wel had gedaan, denk je dan dat er een heel andere reactie op was gekomen? Of gewoon hetzelfde? Ik denk wel dat ik voor heel veel ophef heb gezorgd. Ja. Ook omdat, ja... Omdat ik het dan ook nog eens was, zeg maar. Ja, dat denk ik wel. Maar dat zeiden mensen ook. Dat vond ik ook een bijzondere reactie van... Ja, maar zij mag deze boodschap niet verkondigen, want zij is een slet. En dan dacht ik, ja, maar wie doet het dan? Want sorry hoor, maar niemand hier zegt er iets van. Dus dat vond ik ook altijd wel een bijzondere reactie. Door. Ja. Maar je woont dus nu in Amsterdam. Ja. Hoe lang woon je nu al in Amsterdam? Weer sinds 4 jaar. Precies. En heb je dan je studie ook afgemaakt in Amsterdam? Nee. Of wat heb je toen gedaan? Ja, toen... Want hoeveelste jaar zat je toen je dat filmpje maakte? Tweede jaar. Nee, dus want mijn studie, ik deed Europese talen en culturen. En dat kon je hier niet voortzetten, want het is er niet op die manier of zo. En toen ben ik in de zomer gaan werken bij Waterkant. En toen ben ik in journalistiek beland.
Dus je hebt eigenlijk nooit je opleiding afgemaakt? Nee, nee. Ook maar hoe oud was je toen je wegging? 21. Dus dat is wel, dat is ook nog eens een bold statement. Dat je gewoon denkt, ja, fuck deze opleiding. 2 jaar gezeten, leven opgebouwd. En ik pak mijn spullen en ik ga weer naar Amsterdam. Ja, ja, dat was ook heel pittig. En dat was echt heel, dat was alles, ja, het was, ja, het was overweldigend. En heel onzeker. Maar toen al redelijk snel kwam ik eigenlijk gewoon meteen eigenlijk toen ik in Amsterdam kwam wonen, kwam ik in aanraking met journalisten. En kwam ik iemand tegen bij, van Vice, de hoofdredacteur van het Vrouwenkanaal destijds. En toen ben ik in de journalistiek beland en dat gaat gewoon ongelooflijk goed. En daar heb ik helemaal mijn passie gevonden. En toen ging ik heel veel schrijven. En dat, daar kon ik eigenlijk al snel voor rondkomen. En toen kon ik voor verschillende titels gaan schrijven en krabben schrijven. En dat, ik heb mijn opleiding nooit meer gemist. Nee. En zie je ook dan, ja, ga ik dit zeggen? Ja, dat je in Groningen, dat er meer een oordeel is dan in Amsterdam, is dit heel anders. Ja, kijk, je hebt natuurlijk niet bij een studentenvereniging in Amsterdam gezeten, hè? Ja. Ik heb dat wel. Maar jouw ervaringen ermee, want uiteindelijk is Groningen is niet de boosdoener, maar vind ik altijd de boosdoener. Groningen is heel leuk. Ja, want het is niet dat er daar meer geoordeeld wordt. Het was gewoon puur die vereniging. Nou, ik denk dat overal wordt veroordeeld. Maar ik denk wel op het moment dat je zo'n groep hebt die elke avond samen is, waar hele strenge normen en waarden heersen. Hoe je eruit ziet, wat je moet doen, wat je niet moet doen. En je wijkt er een beetje van af. Dus ik kleedde me al een beetje anders. Daar kreeg ik ook veel opmerkingen over. Ik kwam uit Amsterdam. Niemand in mijn familie is lid. Ik zat niet op een hockey. Ik kwam niet uit het gooi. Ik denk dat voor mij, dat ik al een beetje afwijkte van de norm. En daardoor werd ik heel erg veroordeeld. Terwijl nu in Amsterdam zit ik in een vriendengroep. Ja, daar zou ook worden geoordeeld. Maar wel echt, dat is zo anders. Want daar pas ik heel erg. Maar dat is eigenlijk puur ook inderdaad jouw beleving dan. Ja, natuurlijk. Want ik heb wel het gevoel dat in Amsterdam, als ik nu met paars haar door Groningen loop, of bijvoorbeeld in Brabant, word ik veel meer aangekeken dan hier in Amsterdam. Ja. Dan is het gewoon van, oh ja, het zal wel. Ja, precies, dat is logisch. Maar dat komt misschien ook door de stad, dat mensen gewoon minder met elkaar bezig zijn. Grote hier, stad, toch veel linkse bubbels. Ja. Als je kijkt hoeveel mensen in Amsterdam op GroenLinks en bijeen hebben gestemd, dan, nou ja, dit, en meer queer mensen. Ik bedoel, ja, daarom voel ik me hier ook zo thuis. Ja. Ja, ja, het is wel echt Groningen was gewoon, het was gewoon niks voor mij. Dus nee, daar kan het ook aan liggen. Het lijkt me dus ook wel, het kan ook wel gezellig zijn, maar ik denk dat het ook in het voor ieders ervaring. Maar als je echt heel extravagant en vrij bent, dan is dat misschien toch niet de plek. En ik heb het ook heel leuk gehad. Ik bedoel, ik had een ongelooflijk leuk huis met hele goede vriendinnen van, ja, op wie ik helemaal dol was. En ik bedoel, ik heb het ook wel leuk gehad. Heel veel leuke herinneringen. Maar uiteindelijk was voor mij toch wel dat seksisme en die regels en elke avond hetzelfde doen, wat gewoon niet helemaal bij mij past. Nee, ja. Dus nu ben je gewoon een vrijer individu. Ik zag 100%. Trouwens ook, ik zag ook een filmpje van jou bij de waterkant op, wat was het, AD of zo, dat iemand onder jouw rokje een foto had gemaakt. En toen had jij ook daar een interview van of zo. Ja, ja. Maar dat was ook gewoon random of zo. Want hoe komt iemand erachter dat die situatie gebeurt? Ja, even kort voor de luisteraar. Het was een filmpje. En jij werkte dus als serveerster bij de waterkant. Er was een man die had onder jouw rokje met zijn telefoon een soort van zelf foto gemaakt. Ja. En toen zag jij dat. En toen dacht je, wat fuck. En toen had je die foto's verwijderd. En toen had je dus daar een interview over gedaan. Met AD? Ja, ik had een brief geschreven, een open brief naar het parool. Maar dat heb je gewoon zelf, soort van. Ja, ja, ik was helemaal in shock daardoor. Dus ik stond een foto te maken van een groep toeristen. En toen zag ik dat die man dat deed. En toen heb ik heel boos die telefoon uit zijn handen gegrist. En toen was ik daarna helemaal trillend. En toen is hij weggestuurd door de manager. En dat was allemaal heel fijn voor de rest. Hoe daarop is gereageerd. En toen dacht ik, nou wat vreselijk. Ik wil me hierover uitspreken weer. Dat was toen woonde ik dus net weer in Amsterdam. En toen heb ik een open brief aan parool geschreven aan deze man gericht. Van, dit is niet normaal. En vrouwen moeten zich veilig voelen en in een rokje kunnen werken als ze dat willen. En zoiets. Die activist in jou kwam weer naar boven. Precies. Vind ik zo mooi om te zien. Ja, jij doet ook echt wat eraan. Ja, zeg maar. Echt een drang om me daarover uit te spreken. Omdat, ja, het is gewoon belangrijk dat mensen zich veilig voelen, uiteraard. En dat zorgde voor weer heel veel ophef. Maar jij, weet je, ik hoor zo vaak als mij zoiets overkomt, het is mij zo vaak dat zoiets gebeurt, niet per se dat, maar gewoon dat iemand aan je kont zit of dat iemand je naroept. En dan is het altijd mensen die bij me lopen, mannen en vrouwen, is van, ja, maar laat maar gaan. Precies. Laat maar gaan. En dan is het van, oké. Hoe erg. En dan moet je het maar gewoon laten gaan. En dan vind ik het heel tof dat jij denkt van, weet je wat, fuck dit. Ik ga een brief schrijven en ik stuur het op en dan weer. En ik vraag me echt af, want ik zag ook onder dat filmpje weer van die haatreacties van, ik dacht, jezus jongens, zo is het. Het is een never ending circle, weet je wel. Moet je maar geen rokje aantrekken. Welke hoer gaat er werken in een rokje? Ja. Oh,
Ja. Ugh, maar jij zat toen al in die journalistencirkel, ja, of kijk, niet? Naar aanleiding van dat filmpje werd ik heel veel geïnterviewd door journalisten. Dat rokje of dat andere? Dat eerste filmpje, ja. En toen dacht ik wel, wow, wat een leuke mensen. En ik denk dat ik me toen een beetje mezelf op de kaart heb gezet. Bijvoorbeeld bij Vice ben ik door geïnterviewd. Daar ik dus begon te freelancen. Maar wat is Vice? Kun je dat even uitleggen? Ja, wereldwijd millennial platform. Vice? Ik weet niet. Hoe zou je het kenmerken? Ik ken het wel, maar wat is het nou eigenlijk? Ik schrijf er vooral stukken voor, maar ze maken ook documentaires. Ze doen het wereldwijd en over van eigenlijk alles wat boeiend is voor millennials. Zo zou ik het omschrijven. Toen kwam ik iemand dus tegen bij Vice en die zei, wil je een stuk voor ons schrijven? En toen ben ik daar begonnen met freelancen. En dat is toen eigenlijk, dat ging eigenlijk heel snel. En daar heb ik natuurlijk wel echt heel erg geluk mee gehad, want daardoor ben ik zo goed terechtgekomen. Ja, en heb je nu gewoon een lekkere baan. Maar jij ging op een gegeven moment, besloot je dat boek te schrijven met Daan. Daan Borrel, even voor de luisteraar. Dus de co-schrijvers van het boek Krabben. Ja. Hier ging je krabben schrijven. Wat betekent krabben? Ja, krabben is afgeleid van het krabbenmand-effect. Maar ook van het... Ja, van het krabben. Toch? Van het uithalen. Ja, het heeft een dubbele betekenis. Dit is een beetje het stereotype beeld dat vrouwen met nagels elkaar krabben. Mm-hmm. Wat ik overigens nog nooit heb gezien. Maar we hebben het voornamelijk over het krabbenmand-effect. En het is een metafoor. Als je een mand hebt en er zitten allemaal krabben in. Dit is dus letterlijk waar. En er wil één krab uit, dan kan die er makkelijk uitklimmen. Maar zitten er meerdere krabben in een mand en eentje wil eruit, dan krabben die andere haar omlaag, waardoor ze allemaal in de mand blijven. En dat doen vrouwen dus ook. Maar dat hoeft dus dan hoeft, wat jullie ook wel zeggen, dan hoeft een visboer dus niet op te letten of die krabben ontsnappen. Ja. Dat is dus echt Want je zo. Houdt elkaar klein als vrouwen. Maar dit is dus echt waar. Ja, dit gebeurt dus echt. Ja. Hier is ook een krab. Kan ik even, zit ik ja, je hebt een tatoeage van een krab. Ik vind dat echt heel cool. Maar... En dat doen vrouwen dus ook. Dus als er één krab... Kijk, dan is Groningen dus een heel goed voorbeeld. Ik kwam uit de mand. En wat er dus gebeurde is niet dat vrouwen zeggen... Hiep hoi, wat tof, kijk. Nee, je krabt haar weer omlaag. En zo gaan we echt niet... Zo bevrijd je elkaar ook niet. Terwijl als we elkaar allemaal zouden laten en elkaar zouden helpen... dan zouden we dus daaruit kunnen komen. Ja, want krabben gaat dus eigenlijk over... Ja, het veroordelen van vrouwen. Ja, veroordelen van vrouwen. Ja. Jullie hebben je in het boek vooral op vrouwen gefocust. Ja. En de vraag is eigenlijk, doen vrouwen dit dan ook meer dan mannen? Ja. Maar hoe zijn jullie, want het boek, er worden heel veel vrouwen geïnterviewd, maar bijvoorbeeld geen mannen, weet je wel. Dus hoe zijn jullie dan tot de conclusie gekomen dat vrouwen dat meer doen? Ja, natuurlijk, je hebt het krabmand effect. Ja, nou kijk, de conclusie waarom, kijk, wat ik heel moeilijk vond aan het begin van het boek, toen ging ik dit onderwerp aan mensen vertellen. En ging iedereen tegen mij zeggen, ja, vrouwen zijn ook zulke bitches. Ja, vrouwen, en weer negatief over vrouwen praten. Ja. En dat vond ik heel moeilijk. Ik voelde dat ik daar moeite mee had. Aan de andere kant zag ik dat inderdaad... Ik voel me vaak meer veroordeeld door vrouwen. En ik oordeel zelf ook meer over vrouwen. En daarvoor, naar dat antwoord wilde op zoek. Hoe kan dat dan toch? Want ik geloof niet dat vrouwen een eigenschap wel bezitten die mannen niet hebben of andersom. Dus van vrouwen, ik bedoel, mannen kunnen natuurlijk ook oordelen. En niet alle mannen zijn niet één homogene groep en vrouwen ook niet. Dus, maar goed, daar wilden we dus over. Naar dat antwoord wilden we op zoek. En onze conclusie is dat vrouwen krabben omdat er minder ruimte voor vrouwen is. Omdat we nog steeds in een niet gelijkwaardige samenleving leven. En dan even een concreet voorbeeld is... als je kijkt naar bijvoorbeeld in Amsterdam op de universiteit... of op universiteit in het algemeen... zijn vaak 1/4 hoogleraar is vrouw en 3/4 is man. Als je dus als man hoogleraar wil worden... dan kan je dat met je, bij wijze van spreken, met je 4 beste vrienden... dat worden. Je kan elkaar helpen. Je kan zeggen, hey, ik ken nog wel iemand, die kan dat ook goed. Dit is even heel in een Jip en Janneke taal hoor. Maar als je als vrouw hoogleraar wil worden met je 3 beste vriendinnen... dan is er maar 1 plekje. Wat er dus gebeurt is dat vrouwen letterlijk concurrenten van elkaar worden en dus gaan krabben. Maar dat komt niet omdat vrouwen dat willen, maar omdat er minder ruimte voor hen is. En ook omdat het met de paplepel wel ingegoten wordt, denk je toch? Ja, omdat je leert dat er minder ruimte is. Je leert er niet bewust dat er minder ruimte is. Doordat er minder ruimte is, komen die ongezonde gewoontes, denk ik, naar boven. Precies. Maar hoe? Ik vraag me wel af... Het is een heel, heel tof onderwerp. Hoe krijg je ineens een boekendeal voor zo'n onderwerp? En ook, het is even voor de luisteraar, ik heb het gelezen. En het is niet zomaar een boek. Er zitten allemaal interviews in. En jij en Daan schrijven brieven naar elkaar. Of jullie eigen ervaring met oordelen, beoordelen. Zijn heel open naar elkaar. Ja. Hoe krijg je dat nou ineens? Ja, dat is toch wel interessant. Ik vind dat toch wel heel interessant. Hoe gaat dat dan? Ja, even denken. Nou, Daan en ik hadden elkaar ontmoet. Denk dus alweer 3 jaar geleden op de Amsterdamse Pride. En...
Toen zijn we een beetje, was het begin van een die dag was het begin van een vriendschap. En een half jaar later werden wij samen benaderd om een boek te schrijven bij Nega van Ditmar, uitgeverij hier om de hoek. En jullie werden benaderd. Ja, dus ongelooflijk luxe hoor. Maar dat ja. kwam Daan, ik was al een beetje ook in de media. Daan had al toen 2-1 boek geschreven. En toen had Daan eerst een gesprek met de uitgeverij van: zou je met Milou een boek willen schrijven over seks? Toen zei Daan: ja, over seks, wel tof. Maar ja, er komen dit jaar heel veel boeken uit over seks. En toen vervolgens ging dat hele gesprek over dat Daan mij een beetje ging veroordelen in dat gesprek. Van ja, de manier waarop Milou zich presenteert op social media. Ja, toch een beetje krabben eigenlijk. En die was jou aan het krabben in dat gesprek? Ja, okay, ja, terwijl we al wel een beetje bevriend waren. Ja. Maar dan kan je elkaar natuurlijk ook krabben. En toen na een uur, toen dacht Daan opeens: wat zit ik hier nou te doen? Ja. Waarom mag Milou niet haar blote borst op Instagram laten zien? Waarom geloof ik dat niet? Waarom? Want we hadden het half jaar daarvoor dus elkaar ontmoet op de Pride. En toen was ik in mijn blote borsten gaan dansen. Daar heb ik ook nog een vraag over, ja. En ja. toen dacht Daan: sorry, maar ik vond het misschien wel een beetje aandachtstrekkerig. En toen zei ze opeens: dit moet het onderwerp worden. Waarom veroordelen vrouwen elkaar? En hoe kunnen we elkaar daarvan bevrijden? En toen heeft Daan mij een brief geschreven. Die staat ook in het boek in het begin. Met deze vraag van: Milou, ik heb jou veroordeeld op de Pride. Ik heb dat gemerkt, maar moeten wij niet hier een boek over schrijven? En ik kreeg die brief, een mail. Iets geromantiseerder om het in een briefvorm te laten terugkomen. En toen dacht ik: ja, want ik heb ook heel veel affiniteit met het onderwerp. Ik voel me vaak veroordeeld. En ik was ook verrast door Daan haar eerlijke brief. En dat was het startschot van het boek. En toen hebben jullie dit soort van gepitcht of zo? En zeiden nou ze, ja, nee. We waren dus benaderd, dus het was eigenlijk heel makkelijk. Dat is om dit gewoon zo door makkelijk te touwen. Gaat het meestal niet, hoor. Nee, oh, okay. Nee. Maar en toen, ja, daar zijn natuurlijk heel veel gesprekken aan vooraf gegaan. Ja. En toen hebben we wel snel ons contract getekend. En na een jaar was krabben er. Ja, het is echt, het is enorm vet. Dankjewel. Ik vond het echt, ik heb er echt van genoten. Jij zei dat je was positief verrast was. Kan ja. je dat nog een keer? Ik vind dat toch bijzonder. Ja, ik zag ik had er wel van gehoord dat iemand die had het mij dus aangereden. Jullie is lekker water aan het kopen. Oh ja. Dit hoor je ook allemaal een beetje. En ik zag de cover. Ik kreeg hem thuis en ik wist niet wat de cover was. Want ik had hem nog niet echt gezien of opgezocht of zo. Ja. Wel gewoon waar het over ging, maar niet per se. Ik zag die cover. Ik dacht: oh, oké. Dit is feministisch. Jullie staan, ja. Zoek de cover op. Dan snap je wat ik bedoel. Ik ga er niet veel over zeggen. En ik dacht van: oké, interessant. En ik had natuurlijk, bij een boek verwacht je natuurlijk altijd gewoon pagina voor pagina. Gewoon zoals mensen een boek verwachten. En ik opende het boek en nou ja, voorwoord. Het ging natuurlijk eerst met een enorme disclaimer van: waarom doen we dit en hoe zit dit? En toen kwam die dus eerste brief. En die was zo, die was van Daan naar jou volgens mij. Ja, en dat was waar je het net over had. En toen, dat was zo eerlijk en zo oprecht. En ik voel me helemaal zo, een beetje opgelaten of zo. Maar ik herkende me er zo erg en ik dacht: oh, wow. En toen ging ik dus lezen en toen interview met vrouwen en meningen en het hele verhaal, maar ook de geschiedenis. En het was gewoon alles door elkaar, maar het was echt een soort van... Ik had gewoon niet verwacht dat het... gaat heel erg klinken, maar het zat veel intelligenter in elkaar dan ik had verwacht van de cover. Ik dacht: wow, dit is heel... Precies. Hier zit echt heel veel werk en energie en tijd. En op een gegeven moment zag je die foto's van jullie natuurlijk in dat boek, die ook, dat je die helemaal met allemaal bladen, met allemaal papier en allemaal, weet je wel. Toen dacht ik: wow, ze hebben hier echt heel veel... ook heel veel goed over nagedacht en heel goed hoe je jezelf verwoordt en heel eerlijk zijn jullie naar elkaar en tegen jezelf. En dat zou je niet denken, toen ik de cover zag. Precies. Dus dat is waarom ik positief vind. Dankjewel voor je eerlijkheid. En dat is natuurlijk daarom, want inderdaad voor de kijker, luisteraar, we staan dus in onze blote borsten op de cover met gecensureerde tepels, want dat mocht anders niet. Maar dat is wat we willen laten zien. Je kan en in je blote borsten op straat staan of op een cover en een slim boek schrijven. Ja. En dat vinden we dus moeilijk bij vrouwen. Van daar zit dus een oordeel. En daarom hebben we ook besloten om deze foto op de cover te zetten. En daarom zijn vaker mensen positief verrast. Ik zou eerder niet jullie in een soort van broekpakachtig, weet je wel, zo. En dan zwart-wit of zo. Dat zou meer... Precies. Maar dan zou je het ook minder snel pakken, want het trekt wel weer aandacht, de cover. Maar wij willen dus laten zien dat je alles mag zijn als vrouw. Je mag wat ik eigenlijk net zei, je mag alles zijn. En dat is... Er heersen zoveel regels wat wel en niet kan. Want dan zouden we dom zijn of dan zou je dit zijn. En daarom hebben we onszelf op de cover gezet. Maar ik heb vaker teruggehoord van mensen die zeggen: oh ja, ik vond het eigenlijk echt een heel goed boek. Ja, en dan een beetje die verbazing, die hoor ik heel vaak. Maar wat ik dus wel, ik zeg nu heel eerlijk tegen jou wat ik ervan vind. En dat heb ik ook
ik heb nu het gevoel dat dat kan tegen jou, omdat ik dus in het boek zijn jullie zo eerlijk en af en toe echt dat je denkt, oeh, weet je wel, dit is best wel heftig of zo. Ja, heftig. Maar dat, dan denk ik van, oh, ik kan nu ook gewoon heel eerlijk tegen jou zijn, omdat, weet je wel, dat straal je ook weer uit. En dan, ja, maar ik hou sowieso gewoon van lekker direct en gewoon zeggen wat je vindt. Ja. Maar soms weet je niet zo goed of daar dan plek voor is. En nu had ik wel het gevoel van, ja, ik kan dit gewoon eerlijk zeggen. Nou, dankjewel. Dus dat is ook heel fijn. Heel fijn. Ik had eigenlijk een andere vraag eerst, maar ik ga nu deze toch doen, want we hebben het er nu over. Ik heb namelijk een vraag van Jessie, over waar we het net over hadden. Het is best wel lang, dus ik ga hem rustig voorlezen. Ja, dit is dus een luistervraag. Ja, een luistervraag. Ja. Ik heb haar dat boek aangeraden en toen is ze hem gaan lezen en er is een vraag uitgekomen. En ik was heel grappig, want ik onbewust had ik deze vraag ook. Oh. Dus zij heeft hem heel mooi verwoord. Jessie zegt, hey Milou, wat super tof dat je het gast bent in Kopzorgen. Ik heb laatst op aanraden van Michelle jouw boek aangeschaft en ik heb hier een vraag over. In het begin van het boek schrijft Daan namelijk een brief aan jou, waarin ze het moment vertelt waarbij jullie allebei stonden te dansen in jullie blote borsten. En dat je later aan haar vertelt hoe vrij je op dat moment voelde. Ik ben zelf best comfortabel met mijn lichaam, maar ik kan me niet voorstellen dat ik dit in het openbaar zou doen. Wat ik me dus afvraag is hoe jij je zo vrij kan voelen zonder bang te zijn dat je bijvoorbeeld aangerand wordt of geen baan meer krijgt wanneer iemand een foto van je naakte lichaam neemt. Ik ben heel benieuwd naar jouw visie hierover, lief Jessie. Nou, wat een mooie en goede vraag, lief van Jessie. Ik vind het zo, want je hebt vrij over je lichaam. Dus je hebt bijvoorbeeld seks met iemand en dan, weet je wel, dan voel je je comfortabel met jezelf. Maar jij, op de Pride, staan allemaal mensen, klimt op een podium, trekt je shirt uit en gaat dan dansen. En ik probeerde me in te leven in hoe dat zou zijn. Nou, ik deed meteen dit. Gewoon mijn handen over mijn lichaam. Gewoon dat ik denk, ja, dat snap ik ook. Ja, hoe kom je tot die... Dat je niet bang bent voor dat order, maar ook inderdaad dat je dus aangerand wordt. Of gewoon, weet je wel, dat je zo vrij voelt dat je denkt, weet je, fuck it. Ja, over dat aanranden natuurlijk. Ik had het gevoel dat de situatie wel veilig was. Dat is de Pride. Ja, precies. Overigens ben ik wel toen op Dumpert beland de dag daarna in mijn blote borsten gefilmd. Wat weer onveilig voelde, maar goed, dit is een ander verhaal. Even denken. Ja, ik heb niet een soort... antwoord van zo doe je dat of zo voel je je. Maar voelde jij je altijd al zo vrij in je lichaam? Ja, maar ik denk wel, eigenlijk sinds ik in aanraking ben gekomen met het feminisme en eigenlijk de afgelopen jaren voel ik me echt veel bevrijder. Dus eigenlijk sinds een paar jaar, maar ik denk dat ik me altijd wel comfortabel heb gevoeld en altijd me zo weinig mogelijk heb willen laten leiden door anderen. En dat is denk ik wel echt aard van het beestje. Afgelopen jaren voel ik me echt heel bevrijd, omdat het is zo fijn om... Op dat moment denk ik, chill. Heel veel mannen vooral trok een shirt. Ik dacht, ik heb het ook warm, ik wil dat ook. En het is zo'n lekker gevoel dat je kan doen wat je wil. In plaats van dat je denkt, ik doe het niet omdat anderen dit zouden vinden. En dat is heel moeilijk, want mensen hebben er vast een mening over. Maar voor mij voelt het, ik zeg niet dat iedereen in zijn blote borsten moet dansen. Maar als je het wil doen, dat is een heerlijk gevoel. En bij mij komt er ook iets activistisch kijken. Ik weet echt wel op zo'n moment dat mensen het niet allemaal gewend zijn. Maar ik denk dan, boeien. Ik bedoel, we moeten dus meer borsten zien op straat en meer verschillende borsten. En we moeten dat meer. Ja, maar Daan schreef in die brief van. Zij deed het dus ook. Zij stapte op dat stukje met jou. Ze deed ook een shirt uit. En zij na 2 minuten al de shirt aan. Dacht nee. Maar zij staat wel nu op de cover. Ja. Ook zo. Dus wat is er bij haar? Is er bij haar ook een switch gekomen? En ik ben heel benieuwd naar wat was die switch dan? Ja, bij Daan is het echt meer een proces geweest. Dat vind ik ook zo cool van Daan. Voor mij was. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar in mijn blote borst op de cover staan was voor mij niet echt een proces. Ja, ik dacht gewoon, vet doen we. Leuk, ja. Maar voor Daan, die schrijft ook meer boeken, die zit ook, ik weet het niet, ik vul het voor haar in hoor, maar zij is, zit misschien in andere kringen, ik weet het niet. Dat schrijft ze ook volgens mij wel in een boek van, dat zij daar, voor haar was het meer een proces en toch heeft ze het gedaan, omdat zij dus wilde laten zien. Ik kan en een goede schrijver zijn en mijn borsten laten zien. Dus ze stond daar helemaal achter. Ja, ik weet even niet of dit een goed antwoord voor haar zou zijn. Maar voor haar is het echt meer een daad van verzet dat ze dit heeft gedaan. Maar voelde ze zich wel oncomfortabel? Of voelde ze zich comfortabel of voelde ze zich oncomfortabel? Nee, met deze foto en het was een hele fijne shoot. En dat was helemaal tof. Maar toen in het begin, daarmee heeft zij dus zo'n ongelooflijk groot verschil gemaakt. Toen we dus op de Pride stonden te dansen, wilden ze inderdaad binnen 2 minuten door shirt aan, was ze ongelukkig. Ja. En uiteindelijk door het schrijven van Krabben en door onze vriendschap en door alle gesprekken die we hebben gehad, alle vrouwen die we hebben gesproken, was dit uiteindelijk toch de keus. Dus hoe ga jij dan, stel dat je dus Jessie bent in net zoals ik en je voelt je dus nog echt oncomfortabel. Wat zijn dan de babystapjes naar comfortabel zijn met jezelf? Dit gaat ook meer namelijk over een oordeel hebben over jezelf in plaats van over anderen. Maar ook bang zijn dat anderen een oordeel over jou hebben.
Ja, dat vind ik dus moeilijk, omdat ik dus niet één tip heb. Want anders zou ik die nu aan iedereen geven. Maar wat zou een soort van goede weg zijn op weg naar dat? Vraag ook is, voor jongens, hè? Gewoon voor iedereen. Ja, de vraag is, wil je het? Denk je dat je het wil? Zeg maar, als je al überhaupt denkt, ik voel me niet comfortabel, ik wil dat helemaal niet, prima. Maar stel, Jessie of jij denkt van, nou ja, ik zou het eigenlijk ook wel op een feestje. Het is niet per se, borstlessie, maar gewoon meer dat vrije gevoel. Ja, dat. Ja, het is ook een proces. Voor mij is dat ook een proces geweest, hè? Natuurlijk. Ja, omdat ik, weet je wel hoe het komt? Bij mij zijn het ook baby steps geweest, maar ik heb ervaren hoe fijn het is om je vrij te voelen. Maar ook, je hebt ook ervaren hoe het is om je totaal niet vrij te voelen. Nou, totaal niet. Nou ja, bijvoorbeeld in Groningen voelde ik me inderdaad niet zo vrij. Of nou ja, dan droeg ik ook sexy shirt, maar kreeg ik de hele tijd opmerkingen. En ik heb gewoon besloten van, ik wil het liefst niet, maar zo min mogelijk aantrekken van de onnodige meningen van anderen. En dat, ja, zo is het denk ik begonnen van, ik voel me echt een veel gelukkiger en nogmaals vrijer mens. Sinds ik echt voel van, wat wil ik en waar voel ik me goed bij? En het schrijven van krabben heeft me daar dus heel erg bij geholpen. Van, ja. Ja, ik weet niet of dit een goed antwoord is. Nou, maar Jessie heeft dus krabben gelezen of is hem aan het lezen. Misschien dat ze daarna meer denkt. Dat ze daar staan ook wat tips in. Ja, ik heb hem dus gelezen en ik weet niet. Ik denk dat ik het nog steeds niet heel erg heb, dat gevoel. Maar ik denk dus ergens diep van binnen dat het ook gewoon een stukje is out of your comfort zone gaan. En dat maar gewoon doen en dan kijken hoe het is. En dan moet je, dat is een hele grote stap. Ja. Maar ja, soms... Ja, ik bedoel, je kan de douche eerst op blauw zetten en dan langzaam naar koud gaan. Of je kan hem gelijk op koud zetten. Weet je, dat is ook een beetje persoonlijk. Ja. Ik weet het niet. Ik, weet je, een keer naar een naaktcamping of zo. Ik vind dat zo... Ik word daar heel oncomfortabel van dat idee of zo. Terwijl maar dan hoeft het ook niet. Nee, maar mensen zeggen, ja, het voelt zo vrij. En dan denk ik, ja, ik wil het ook wel proberen. Maar vrijheid is voor iedereen wat anders. Dat hè? Is ook waar. Echt, vrijheid is zo'n... Dat is gewoon, voor mij betekent dat ook vrijheid. Terwijl voor jou betekent misschien vrij... Voor andere vrouwen betekent weer vrijheid... juist helemaal gedekt zijn, bedekt. En ja, want waarom zou jij bijvoorbeeld dan niet in je blote borst gaan dansen? Of zou je dat willen? Of hoe voel jij daarover? Ja, dat is weer heel persoonlijk. Ja, ik weet niet. Ik denk omdat ik het las en ik dacht... Ik las dat in dat boek en ik dacht, hoe kan dat? Mag dat überhaupt of zo? Ik had dus iets van, huh? En toen dacht ik, waarom de fuck ook eigenlijk niet? En toen dacht ik, ja maar nee. En toen was ik soort van, ging ik weer in mijn schulpje. Maar ik dacht, nee, ik wil dat niet van mezelf laten zien aan anderen. Want ik denk van, wat me is geleerd van, dat laat je alleen zien aan iemand die het verdient of zo. Ik weet niet, dat is niet, ben ik christelijk of zo. Maar weet je, zo'n soort van mindset van, wees respectvol naar jezelf. En je gaat niet zomaar... Je titel niet met anders laten zien. Maar goed, weet je, dit is een heel lang verhaal. We moeten niet door. Maar het is ook natuurlijk hoe we naar het vrouwenlichaam kijken. Ja. Dus als we borsten zien of is meteen seks. En daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Precies. Dus voor de nippel, zeg ik altijd. Nou, ja. Ik wil trouwens, ik heb nog geen één keer iedereen bedankt voor het instellen van je vragen. Want het is nu al de vierde aflevering. En ik krijg hele leuke, mooie vragen binnen. Dus dankjewel. En blijf ze vooral stellen via Avia Campus Creators. Ja. Beer, die vroeg. Ik betrap mezelf er vaak op wat ik oordelen heb over anderen, zonder dat ik ze echt ken. Hoe kan ik dat minder doen? En ik zou zeggen van, is het niet ook zo dat je meer over mensen oordeelt als je ook al heel veel over jezelf oordeelt? Staat dat niet super erg in connectie met elkaar? Ja. Als je onzeker bent over jezelf, dat je dat projecteert op andere mensen. Precies, het begint altijd bij jezelf. En wat jij ook zei, dat zei je net in de podcast, toch? Van dat je, of was het daarvoor? Nee, van mij in de podcast... Nou, dat weet ik even niet meer. Maar als je dan gisteren even niet een lekkere dag hebt... Ja, dat zei ik in de podcast. Ja, precies. Dat even, we hebben daarvoor ook gekletst. Dat je dan meer ook over andere vrouwen gaat oordelen. Ja, 100%. Ik weet nog, op de middelbare school... oordeelde ik best wel erg over andere vrouwen. En toen was ik denk ik onzekerder. En nu het zo goed met mij gaat en ik heel gelukkig ben... en lekker in mijn vel zit, merk ik gewoon dat... Dat ik vooral als ik denk, als ik een andere vrouw iets zie doen, dat ik denk, super waar. Wat fijn dat zij zich zo vrij voelt om dit te doen. Ook als jij nu een naaktfoto zou posten op Instagram, als dat zou mogen, zou ik denken, good for you. Wat fijn. Wat goed dat je dat je daar comfortabel genoeg bij voelt om dat te doen. Maar dat komt dus omdat jij je ook comfortabel voelt. Ik aan de andere end. Ik voel me niet comfortabel. En ik kan dan denken van, jezus, waarom moet je zo erg naakt op Instagram? Doe even normaal. Maar, en kijk, zo, en, weet je wel? En zo houden we elkaar klein. Want op het moment dat jij een andere vrouw dat gunt, kan je het ook zelf of voor jezelf
ook bevrijder om dat te doen. Dus bijvoorbeeld... Maar ook op jongens, hè? Dus stel dat de jongens een foto van hun spieren posten. Want ik wil toch wat breder trekken dan vrouwen. Want ik doe het bij iedereen. Nou, dat klinkt heel kut. Maar weet je, niet alleen bij vrouwen. Ja. Ook bij vrouwen. Maar als een jongen een foto zonder shirt post, denk ik ook... Jeetje, wat een aandachtstrekkerij. Waarom... Dit hoeft... Wil je aandacht of zo? Weet je wel? Dat is precies hetzelfde idee. Misschien voel ik me bij een vrouw wat meer bedreigd. En denk ik, ja, nu zet je ons op een bepaalde manier neer of zo. Ja. Dat is... Ja. Ik denk, het is zo fijn... Want het kan ook liggen aan normen en waarden. Het hoeft niet per se toch altijd te liggen aan je eigen onzekerheid. Dat zei ik net wel heel standvastig. Maar misschien heeft het ook wat te maken met je normen en waarden. Waarmee je bent opgevoed. Ja, wat je normaal vindt en wat je dan... Tuurlijk. Ja, maar het is dus, dat is dus moeilijk dat we dus een man in normaal vinden als hij dat zou posten. Bij een vrouw krijgt daar denk ik meer haat op. Ja. Maar het is zo fijn, als je het een andere vrouw laat doen, kan je het ook zelf doen. Dus ik bijvoorbeeld, ik weet nog wel dat ik best wel oordeelde over andere vrouwen die de hele tijd, of nee, mannen, maar Instagram wordt voornamelijk toch door vrouwen gebruikt. En vrouwen, bij vrouwen wordt het uiterlijk over het algemeen toch wel iets belangrijker gevonden. Ja, is dat zo? Ja, Instagram gaat... Het zijn voornamelijk vrouwen die hele mooie foto's van zichzelf posten. Ja, oké. Okay, ja. En dat is logisch. Het is gewoon een vergroting van de maatschappij eigenlijk. Maar en ik oordeel op... Ik vind vrouwen die de hele tijd selfies van zichzelf posten... vond ik best wel vermoeiend. Dat ik de hele tijd dacht, ja, wat moet dat nou? Wat ijdel. Zeg maar, dat was een gedachte die ik best wel had voor krabben. En door het schrijven van krabben durf ik nu ook... Ik had altijd de regel nooit meer dan 2 foto's van mezelf achter elkaar posten. Nu denk ik, ja, lekker boeien, ik doe dat ook. Als ik het wil. Dat heb ik ook heel erg. Dat je denkt, oké, okay, nu een groepsfoto. Ja, en dan, maar wat door, grappig. Dus nu, omdat ik voel me dus bevrijd om dat ook te doen. Omdat ik dus andere vrouwen daar ook niet meer over oordeel. Nou ja, dat is echt super. Maar leef jij nu, probeer jij nu te leven zonder... dan is het niet leven zonder oordeel, toch? Ja, zonder negatieve reacties of gedachtes. Of ja, zonder het veroordelen. Kijk, tuurlijk doe ik het ook nog wel. Maar en dat is echt stap 1. En dat klinkt heel cliché. Maar me heel erg bewust zijn van mijn gedachtes. Van waarom doe ik dit? En dat kost echt heel veel energie. Maar oh, waarom heeft deze gedachte nut? Waarom denk ik dit? Waarom doe ik dit? En dat, ja, daar begint het volgens mij. En het volgens niet meer doen. Of het niet meer hardop zeggen. Ja, dus het gaat nu vooral inderdaad over jezelf. En ja, ik probeer dat wel. Ik ben door dat boek dus echt hyperbewust van hoeveel oordeel ik heb over mensen. En ik denk ook over vrouwen inderdaad. En ik spreek er nu ook af en toe dan mensen op aan. Dan zeg ik van, zeg ze, ja, ze heeft met 2 jongens geneukt, wat een slet. En dan zeg ik, las letterlijk vorige week, was het waarom eigenlijk? Waarom is ze dan een slet? Precies. En toen zeiden ze van, ja, nou, dat is toch gewoon raar. Ik zeg, maar hoezo, we kennen haar niet eens. Ja. Ook iemand van de vereniging. Ik zeg, en als zij seks wil hebben, dan is dat toch chill voor haar, weet je wel? Ik zou het zelf niet doen, maar wat maakt dat eigenlijk uit? En toen zei ik het een beetje zo, het was dan... weet niet. En toen was het heel ongemakkelijk. Maar toen dacht ik, ja, maar waarom is het... Weet je, toen zei ik dus van, ja, krabbenmand effect en zo. Heel goed. Nou, maar het goed van je, want dat is zo, kan je echt... Maar niet aanvallend, maken. Hè? Gewoon heel rustig. Maar dat hoeft ook niet. Je kan gewoon een vraag stellen van, waarom zeg je dat? En dat kan echt zoveel verschil maken. Daar ben ik van overtuigd. Dan gaat iemand gewoon... Ik zei gewoon, waarom is dat zo? En dan gaat iemand echt nadenken. Maar ik merk ook dat meiden die zeker zijn over zichzelf... ook veel minder fucks geven over wat andere vrouwen doen. Ja. En... Dat is ook wel mooi. Dat vind ik ook wel grappig om te zien. Dat ik denk, oh ja. En dan eigenlijk denk ik, ja, ik wil jij en jij bent zo blij. En dan zit ik ook weer zo over haar te haten, want ik dan zelf ben. Ik zat onzeker over mezelf. En dan denk ik, hoezo? Zo zeker over jezelf, weet je wel. Dus dat is zo... Maar als deze vrouw nu een keer met 3 mannen naar bed wil, ja, dan kan ze dat eigenlijk ook niet maken. Want zij vindt het ook van een andere vrouw niet kunnen. En daardoor houdt ze zichzelf dus ook klein. Ja, ja. En inderdaad, en dat zijn inderdaad, ik denk dat heel veel mensen dat zeggen gewoon over ja, van slet, blablabla. En dat is echt, dat zit zo diep geworteld in onze maatschappij. Terwijl je denkt er bijna dus niet meer over na als je het zegt. Nee, het is echt daarom heel... is het zo goed dat je een vraag stelt. Ja, dat heeft ook weer te maken met vergelijken met anderen. En ik denk, wat ik denk is het vergelijken met anderen, daar heb je, zo, dat zit in onze natuur, maar daar heb je dus helemaal niks aan. Want of je vergelijkt jezelf met iemand en je denkt, ik ben minder goed en je haalt jezelf naar beneden... Of je voedt je ego en denkt, oh, die persoon is minder knap dan ik of minder slim. En dan haal je jezelf omhoog in je hoofd, terwijl je iemand anders omlaag haalt. Dus het heeft allebei, denk ik, geen nut. Ja, toch? Nou, of je denkt, wat tof dat zij dit doet. Ik gun het haar, ik wil dat ook, ik kan van haar leren. Dus dat je hem heel positief insteekt. Dat je denkt, ja, maar dan vergelijk je niet. Jawel, want dan denk je, zij doet iets tof, iets vinden. Nee, jij denkt dan, oh, zij doet iets tof, maar je denkt niet dan. Want je moet het, dan vergelijk je het niet met jezelf, toch? Ja, dat kan bijvoorbeeld, jawel. Het kan wel, ja, vind, denk ik wel. Van, oh, zij schrijft zo tof, wat zij doet is echt gek. Oh ja, zij doet het beter dan ik. Wat tof voor haar. Hoe kan ik dat,
hoe kan ik van haar leren of zo. Maar dat is wel heel moeilijk hoor. Want... Maar als je zegt dat zij beter is dan jij, dan... Ja, maar ik bedoel, ik vind Daan een betere schrijver dan dat ik mezelf vind. Dat omdat ik dat gewoon vind. ja. Maar Daan en ik zeiden dat wel zo tegen elkaar tijdens het schrijven van... Oh, jij bent veel beter dan ik. Oh, jij bent veel beter. Dan gingen we hitte dat tegen elkaar zeggen. En op een gegeven moment zeiden we, wow, wat zijn we aan het doen? Waar slaat het op? Nu houden we onszelf klein. In plaats van dat ik zeg, Daan, ik vind jou zo goed en nou, ik kan wat van je leren. Dus... Dat is denk ik, dat staat ook in het boek, dat vrouwen heel erg goed solidariseren op zwakte. Dus op het moment dat ik tegen jou zeg, oh, ik heb zulke dikke of dunne benen. Zeg ik, oh ja, ik heb het ook met mijn armen. Ja, precies, ik zo'n kutdag, vandaag ik zie er echt niet uit. Precies, dat moment dat ik zeg, oh, ik vind mezelf zo'n lekker wijf. Dan denk je echt van, oh, gant, ja. Precies, dus vrouwen moeten leren elkaar, dus op het positieve, daarop elkaar meer te supporten. Dat is, ja, dat is, en dat is echt een taak, maar wel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ja. Maar vooral, ik vind het zo grappig dat jij telkens als ik denk van... Oké, ik wil het op mannen en vrouwen, dan ga jij toch weer voor vrouwen. Maar het komt echt door krabben. Dat komt echt door krabben. Ja, dat maakt ook helemaal niet uit. En nogmaals, ik denk ook, want dat veel mensen zien het als een soort vrouwenboek. Ik denk dat het ook ongelooflijk leuk is voor mannen om te lezen. Ja, ik lees af en toe een stukje aan mijn vriend voor. Oh. Zeg ik, ja, dit moet je horen. Maar ik weet niet of je dat echt wil, maar vindt hij wel heel interessant. Ik heb mijn vriend ontmoet door krabben. Hij heeft gelezen en toen kreeg ik een berichtje van hem. Ja, hij vond het geweldig. Hij vond dat ziek goed. Hij had ook een vooroordeel. Hij dacht, vermoeiend feminisme. Ja, maar maakte het lezen. Kijk, als ik een podcast wilde maken over man en vrouw, had ik jou ook niet per se uitgenodigd. Weet je wel, ik had wel je hebt een boek geschreven over vergelijk van vrouwen. Dus it kind of makes sense. Maar wat ik wel nog wil vragen is, wat nou eigenlijk de grootste les is die je uit het hele proces hebt gehaald? Zeg maar ook naast natuurlijk dat je niet moet oordelen of beoordelen. En wat je dan mee zou willen geven aan studenten ook hierover? Ja, even denken hoor. Ja, dan zou ik toch... Laten we eerst, wat was de grootste les voor jou? Behalve dus naast dat je niet moet oordelen. Ja, wat voor mij de grootste bevrijding is geweest... dat ik nu kan uitleggen dat vrouwen niet nou eenmaal bitches zijn... of nou eenmaal zo jaloers, maar waardoor dat komt. En dat vond ik een bevrijding. Dat ik weet van, oké, het komt door de bepaalde machtsstructuren. Dat vond ik het allerfijnst. Dat ik dat gewoon... Ja, dat we dat hebben onderzocht. En dat het dus niet vrouw eigen is. Nee, je bent geen krap, maar je wordt tot krap gemaakt. Door je de valt het minder persoonlijk op dan ook, denk ik, toch? Als iemand jou dan krapt. Ja, ja ook. Ja, precies. En je van, oh, maar dit is niet... Ja, dit komt gewoon door de maatschappij. Ja, dat is wel vermoeid om dat elke keer te moeten denken. Maar dat vond ik echt een bevrijding. En wat zou je willen meegeven daarover? Ja, toch echt. Ja, dat is heel voor de handen liggen. Maar kom voor elkaar op. Echt... En dan op een manier dat wat jij nu ook al... Jij komt ook voor die vrouw op die heeft gesext met die drie jongens. Ik ken haar niet helemaal niet. Nee, precies. Nou, prima. Ja. En dat maakt zoveel verschil. En ik bedoel, niet elke vrouw hoeft je beste vriendin te zijn. Echt helemaal niet. En wees ook vooral kritisch op elkaar. Maar, want dat is... I love kritisch zijn. Maar kom echt voor elkaar op. Dus, want dat is echt zo roddelen in een... Vriendinnengroep zorgt voor een hele onveilige sfeer. Als jij in een vriendinnengroep zit en jullie hebben als een van die bij zo'n ze heeft lelijke dit of ze is aangekomen of afgevallen of dan weet jij morgen kan het over mij gaan en dan zorgt dat voor een onveilige sfeer in een vriendinnengroep en dat is echt niet fijn. En het zou zo fijn zijn als we gewoon meer veiligheid creëren onder vrouwen in ieder geval met je vriendinnen. Kom voor elkaar op. Dat zou disclaimer, ook voor mannen. Kom ook voor elkaar op. Ja, tuurlijk. En belangrijk is, mannen, kom voor vrouwen op. Ja. Vind ik echt zo belangrijk. Maar je hoeft niet per se een activist te zijn om voor iemand op te komen. Je kan ook gewoon, inderdaad, wat ik dan deed, heel rustig zeggen. Waarom zeg je dat eigenlijk? Weet je wel? Iemand laten nadenken over wat diegene zegt. Ja. Een hele rustige manier. En hoef je ook niet helemaal fel of heftig voor te zijn. Gewoon je afvragen van waarom vind je dat? En ik denk dat dan als je iemand aan... Laat nadenken erover, dat is ook een vorm van opkomen voor iemand. Ja, dus precies. Dat, en ik denk ook dat mannen er echt wat van kunnen leren. Ook omdat zij misschien een moeder hebben, of een zusje, of een beste vriendin, of een partner. Of ik denk dat het is uiteindelijk een boek voor iedereen. Ja, een boek voor iedereen. Want we gaan een exemplaar van krabben weggeven. Nee, we gaan een paar van krabben weggeven. We weten nog niet zo goed hoeveel. We waren er nog niet helemaal uit. Milou zei, mijn lievelingsgetal is 3. Ik heb geen idee wat de uitgever wil doen. Maar ik heb hem hier in mijn hand. Ik hoop dat ik hem genoeg heb gepromoot. Want nu deze podcast online staat, staat er ook een post online van een winactie. Staat op Instagram, @HVA Campus Creators. En doe vooral mee.
Dus reageer onder de post. Staat even bij wat je dan moet doen om het boek te winnen. Ja, het is echt een dikke aanrader. Ik vind het echt, ja, ik vind het echt top. Ik ben ook heel blij dat ik er zelf eentje heb. Ja. Super interessant. Het is heel leerzaam. Wat ik zeg, geschiedenis. Het is heel open, brieven. Maar ja, je kan er dus eentje winnen. Dus check dat vooral. We zijn alweer door de tijd heen. Het ging super snel. Het was voor het eerst dat ik echt zoiets had van, dit is gewoon een gesprek. En het ging echt, de tijd vloog voorbij. Maar dank je wel dat je te gast wilde zijn. Ja, jij ook dank je wel. Ik vond het heel leuk. Ja, ik vond het ook heel leuk. Ja. En ja, misschien tot de volgende. Want jij gaat weer een boek schrijven. Even een. Ja. Kunnen we daar een promotie van? Ja, ik heb. Kan je daar iets over zeggen? Of? Ja, ik heb volgende maand mijn contract getekend bij Unibook Het Spectrum. En uitgeverij. En het gaat over. Het is ruim een halve eeuw na de seksuele revolutie. Waar staan we nu? Nou, we zijn er nog niet. En aan de hand van interviews met vrouwen en heel veel persoonlijke stukken, meer dan in krabben, denk ik, ga ik onderzoeken hoe we wat er nog nodig is. En, dus over seksualiteit. Wanneer komt die een beetje? Nou, we mikken op volgend jaar maart, maar dat is wel. Ik hoop dat dat lukt, want het is best veel werk een boek schrijven. Ja, ik doe ook nog daarnaast wat andere dingen. Dus dat is wel optimistisch. Ja. Wel optimistisch, maar ik ben optimist. Dus, ja. Ja. Ja, maar goed, nou ja, krabben is er al, jongens. Ja. Bedankt voor het luisteren allemaal. En kijken als je meekijkt. En Milou, nogmaals, jou ook bedankt. En tot de volgende. Ja, ook dankjewel.